Welkom allemaal. Jullie zitten ongetwijfeld met heel veel vragen. Jullie staan voor een punt waar je heel belangrijke keuzes moet nemen. Wat ga je verder studeren? Welke richting moet ik doen? Wat houdt dat in? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Wat past het best bij mij? 1001 vragen ongetwijfeld. Het gehele gebeuren met corona maakt het natuurlijk allemaal niet gemakkelijker. Normaal hadden wij de fysische infodag waarbij dat je dan al je vragen kwijt kon bij professoren, assistenten en studenten. Maar dat lukt natuurlijk niet nu. Maar ja, dan proberen we het op een andere manier. En hopelijk via deze video dat ik jullie toch een klein beetje meer inzicht kan geven. En vooral jullie vragen een beetje kan oplossen. Want ik ga mij vooral richten tot de meest gestelde vragen die leerlingen en ouders hebben met betrekking tot de studiekeuze. En dan dus meer specifiek voor de opleiding biologie. Nu, waar ik het onder meer wil voor hebben, een van de meest gestelde vragen is van hoeveel uur wiskunde moet ik nu gehad hebben om een opleiding als de opleiding biologie te doen? Het is een wetenschappelijke richting, dus dat wil zeggen dat die basiswetenschappen en dus ook wiskunde wel belangrijk zijn. Niet zozeer omwille van de inhoud van de wiskunde, alhoewel dat doorheen de opleiding wel continu verder aan bod blijft, maar vooral omdat de wiskunde een zeer goede maat is voor het analytisch denkvermogen van iemand. En om wetenschapper en een wetenschappelijke opleiding te volgen en wetenschapper te worden, moet je nu eenmaal over een zeer goed analytisch denkvermogen beschikken. Vandaar dat we als referentie de wiskunde gebruiken, hoeveel uren wiskunde je in het ASO hebt of het TSO hebt gehad. Voornamelijk ASO is de richting waar dan voldoende wiskunde aan bod is gekomen. Het minimum is toch 4 uur wiskunde. Optimaal is dat je 6 of meer uur wiskunde zou gehad hebben. Dan is het, zal het geen enkel probleem mogen zijn om toch op het niveau van het analytisch denkvermogen mee te kunnen. Voor degenen die al direct denken van oké, en wat daarna? Wat kan ik dan met mijn bachelor biologie allemaal verder gaan doen? Wel, je hebt heel wat mogelijkheden. Er zijn verschillende masteropleidingen waarbij dat je onmiddellijk na de bachelor kan starten met die masteropleiding. Dat is uiteraard de bachelor biologie, maar er zijn nog een aantal andere, waaronder de master in aquaculture, de master in oceans and lakes, dat is een interuniversitaire master met de VUB, dus Brussel en ook Antwerpen, maar ook Europese masteropleidingen, zoals de Europese master in marine biodiversity resources. Dat is met verschillende Europese universiteiten die masteropleiding organiseren. En zo zijn er nog een aantal. En dan heb je de categorie van masteropleidingen, waar dat je wel heel wat voorkennis hebt om direct te kunnen instromen, maar toch een aantal aspecten nog ontbreekt in je voorkennis, die je dan via een voorbereidingsprogramma die ontbrekende kennis en vaardigheden kan bijschaven, om dan daarna te kunnen instappen in die master. Dat is bijvoorbeeld de master in biochemie en biotechnologie, food technology, rural development, en zo zijn er ook nog een aantal. En dan heb je nog een stapje verder, waarbij dat tekorten in de bachelor biologie te groot zijn om ofwel rechtstreeks ofwel via een voorbereidingsprogramma naar die master te kunnen gaan. En dan kan men dat doen via wat men noemt een verkort bachelorprogramma. En dus bijvoorbeeld om over te schakelen naar de master bio-ingenieurswetenschappen, kan dat enkel via een verkort bachelorprogramma. Maar als je zegt van ja, maar ik wil met mijn keuze, met mijn masterkeuze, wil ik wel maken dat ik ook in het onderwijs terecht kan. Dat is uiteraard geen enkel probleem, integendeel zelfs, de vraag is groot voor wetenschappers om wetenschapsvakken te gaan geven. Ook daar heb je verschillende mogelijkheden. Ofwel ga je na de bacheloropleiding biologie, ga je de educatieve master wetenschappen en technologie afstuderen richting biologie volgen. Dat is een 2-jarige masteropleiding waarbij dat je naast de biologie vakken en praktische opleiding, dat je daar ook de opleiding in leraarschap gaat krijgen. Zodanig dat je na die 2 jaar afstudeert met alles wat dat je diplomawijs en vaardigheden moet hebben om als leerkracht aan de slag te kunnen gaan. Dan zeg je van nee, ik doe eerst mijn 2-jarige biologie master en ik wil daarna nog het stuk lerarenopleiding doen, dan kan dat ook en dan focus je alleen op dat aspect dat zich richt tot die didactische vaardigheden en zo. En dat is dan het zogenaamde verkorte traject. Belangrijk binnen die keuze is dat nu met het nieuwe decreet,
hangt af waarin dat je dus een bekwaamheidsbewijs verkrijgt met het diploma, om dus bepaalde vakken te mogen geven en benoemd in te geraken in het secundair onderwijs, hangt niet meer af van welk masterdiploma dat je gevolgd hebt, maar hangt af van welke vakdidactiek dat je binnen uw lerarenopleiding of de educatieve master gaat opnemen. Voor de biologie is dat uiteraard vakdidactiek biologie, maar je kan daar ook nog een tweede vakdidactiek bij nemen, zijnde de vakdidactiek chemie. En dan mag je dus eigenlijk alle vakken, zoals ja, wetenschappelijk werken, ecologie, natuurwetenschappen, biologie, als je de vakdidactiek chemie gedaan hebt, mag je dan ook chemie en toegepaste chemievakken mag je gaan geven in het tweede en derde graad in het ASO. Maar wat je misschien het meest zal ook afvragen is een aantal praktische zaken. Ja. Hoe gaat dat eraan toe? Bijvoorbeeld de eerste semester, eerste bachelor, wat moet je daarbij voorstellen? Wel, één les aan de universiteit duurt een uur en een kwart. Waarbij dat er tussen elk lesblok is er een kwartier pauze. Zodanig dat één geheel dan 1,5 uur duurt, waar je dan naar het volgende gaat. In de voormiddag zijn, zeker in het eerste jaar, allemaal de hoorcolleges. Dat wil dus zeggen, je krijgt in een auditorium, al dan niet samen met andere richtingen, krijg je uitleg in een groot, dus waarbij dat de professor vooraan staat de les te doseren. Maar de opleiding biologie, net zoals de vele andere wetenschapsopleidingen, zijn uiteraard ook zeer praktische opleidingen. Je kan geen wetenschapper opleiden als je die ook niet praktisch gaat opleiden. En dus in de voormiddag krijg je dus maximaal van 8:30 tot 12:15 drie lesblokken hoorcollege. En dan in de namiddag van 14:00 tot 17:00 of soms tot 18:00 heb je dan de practica. Dat is dus waarbij dat je in een labo, als het bijvoorbeeld voor chemie is, in een practicumzaal, bijvoorbeeld voor de biologievakken, of in een gewone leszaal, waar dat je dan bijvoorbeeld voor wiskunde gaat oefeningen in groep gaan maken. En dat is voor de eerste dag bijvoorbeeld, in de eerste semester, de maandagnamiddag, is dat dan het practicum biodiversiteit van ongewervelden. De dinsdag is dat het practicum van fysica. De woensdag practicum of oefeningen van wiskunde. De donderdag practicum biodiversiteit van planten. En de vrijdag practicum chemie. En dat herhaalt zich dus zo week na week. Waarbij dat dus het uurrooster wel tamelijk vol zit. Er zijn maar een drietal slots in de voormiddag waar er geen les is over heel de week. Al de rest zijn allemaal hoorcolleges. En dus in de namiddag die practica. Dus onderschat dat niet, zeer druk programma. Maar uiteraard, de practica zijn niet zomaar iets dat bovenop al de rest van de hoorcolleges komt. Maar waarbij dat je dus eigenlijk ook al de theorie in de praktijk brengt. En op die manier ook de theorie al wat studeert. Waar gaan die lessen dan door? Wel, voor de opleiding biologie gaat dat op twee campussen door. Enerzijds de campus Ledegang, dicht bij het Citadelpark, op 10 minuutjes van het Sint-Pieterstation. En anderzijds in de campus Sterren. Ja, daar zitten ook nog andere wetenschapsdisciplines. En zit je dus met andere studenten samen. Die is ook via wandelafstand vlotjes te bereiken vanuit het Sint-Pieterstation. Maar om soms van het ene lesblok in de ene campus te moeten verhuizen naar de andere campus voor een ander lesblok, dan is het wel nuttig om en toch wel nodig om een fiets te hebben, zodanig dat je tijdig die verplaatsing kan doen tussen twee lesblokken. Wat uiteraard ook zeer belangrijk is, niet alleen van waarom start ik er aan, wat gaat dat dan inhouden, maar ook wat daarna. Dus zelfs nadat je de master gedaan hebt, wat kan je daar nu allemaal mee doen? Dat is een klassiek gestelde vraag, wat kan je daar nu mee doen met een diploma in de biologie? Wel, de arbeidsmarkt voor een master in de biologie is niet zozeer een zeer sterk afgebakende arbeidsmarkt. Dat je zegt van, dat is de job van een bioloog. Maar dat is juist omdat die arbeidsmarkt ook zeer breed is. Ja. Heel veel mensen komen uiteindelijk in het onderzoek terecht. Dat is bijna de helft die op een of andere manier met onderzoek zal professioneel te maken hebben. Dat kan enerzijds zijn binnen een academische context onderzoek blijven doen, maar dat kunnen ook allerlei onderzoeksinstellingen zijn. Ik noem nu maar het Natuurhistorisch Museum in Brussel, het Afrika Museum, de plantentuin van Meissen, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en zo zijn er nog een aantal.
Dan heb je natuurlijk ook de grotere bedrijven in allerlei sectoren die een R&D-afdeling hebben waar dus ook onderzoek gebeurt rond aspecten die zeer dicht, maar ook soms zeer ver te maken hebben met biologie, maar waar dat toch die onderzoekscompetenties waarin een bioloog is opgeleid, gebruikt of gewaardeerd worden om in hun bedrijf te kunnen gebruiken. Dat kan gaan van farmaceutische bedrijven, voedingsindustrie, medische industrie, biotechnologie, chemische bedrijven, alles rond milieu en veiligheid en gezondheid, daar komen de biologen ook allemaal in terecht. En dan heb je natuurlijk ook nog NGO's en verenigingen die groot genoeg zijn om zelf ook onderzoek te doen en mensen aan te werven voor onderzoek te doen, zoals Natuurpunt en zo. Regionaal Landschap Vlaanderen, zo zijn er nog een aantal. En dan heb je uiteraard het onderwijs, waarbij dat, zoals ik daarnet zei met die educatieve master, er heel veel, of minder dan onderzoek, maar toch terecht kunnen komen of zeker gevraagd worden om dus in het ISO les te gaan geven. De vakken zoals ik daarnet opgenoemd heb. Maar je hebt ook TSO, je hebt ook in het hoger onderwijs, je hebt ook alle natuureducatiecentra en zo, waar dat iemand met biologische kennis, maar die het dan ook goed kan uitleggen en onderwijzen aan jongeren. En dan heb je nog heel wat adviserende organen waar dat biologen aangeworven worden om dus advies rond milieu, rond voedingsveiligheid, rond biodiversiteit, rond natuurbeheer, rond genetica, celbiologie en dat soort zaken, waar zij dus advies kunnen gaan rond verlenen. Je hebt de opleiding biologie, je hebt dus die arbeidsmarkt, maar dan ook een veelgestelde vraag en terechte vraag is van, ja maar oké, in welke mate is dat dan anders van een aantal andere opleidingen? Je hebt bijvoorbeeld de bio-ingenieurswetenschappen, als je dan een job gaat zoeken, gaat men dan niet sneller een bio-ingenieur aannemen? Dat is hetgeen dat men dikwijls denkt. Wel, dat hangt er allemaal vanaf wat dat de job is. Er zijn tegenwoordig, zullen er weinig jobs zijn waar dat men enkel een master bio-ingenieurswetenschappen vraagt of enkel een master biologie voor vraagt. Dat gaan meestal meerdere diploma's zijn. En dan hangt het een beetje van af hoe belangrijk is bepaalde aspecten die nodig zijn voor die job, dat men misschien eerder geneigd gaat zijn voor een ander. Maar als men het al openstelt van men kan met een diploma biologie en een diploma bio-ingenieurswetenschappen solliciteren, dan is het teken dat het diploma in aanmerking komt. Dan gaat men niet a priori iemand van het andere diploma nemen. Nu, wat zijn zo die opleidingen die daar het dichtst bij aanleunen bij de biologie? Dat is biochemie, biotechnologie, biomedische wetenschappen en dus de bio-ingenieurswetenschappen. Hoe kan je het onderscheid best situeren? Wel, dat is enerzijds op het niveau van welke organismen focussen zich op. Biochemie, biotech gaat zich bijvoorbeeld vooral richten rond modelorganismen, omdat men daar de werking van de cel wil in bestuderen. In de biomedische gaat dat ook zijn, omdat men daar de gelijkaardige zaak wil bestuderen, maar in functie van de geneeskunde. In de bio-ingenieurswetenschappen gaat dat breder gaan, gaat dat planten en ook andere organismen dan de modelorganismen zijn, dieren, microbiële organismen enzovoort, maar dan vooral toegespitst op nutsorganen, dus nutsorganismen, dus organismen die economisch belangrijk zijn. Als je kijkt naar de subdisciplines, dan is de biologie eigenlijk de breedste discipline, waarbij dat de andere disciplines zich eigenlijk gaan, of andere opleidingen zich eigenlijk gaan focussen op bepaalde onderdelen van de biologie. Bijvoorbeeld de biochemie biotech gaat zich focussen op dat aspect van de biologie dat zich afspeelt van een molecule en een gen tot een werkende cel. Bij de biomedische is dat ook zo, dat men ook, zelfs iets hoger misschien op orgaanniveau, maar daar is dan de focus ten opzichte van de biochemie biotech, dat daar alles draait rond ondersteunend onderzoek doen in functie van menselijke geneeskunde. Bio-ingenieurswetenschappen, die gaan ook breder gaan dan die twee andere, die gaan van moleculen, gen, cel, organisme, ecosysteem gaan, net zoals in de biologie. Dus dat zijn dan bio-ingenieurs- en biologieopleidingen, de twee breedste wat dat aspect van biologie betreft. En dan wat ook de werkomgeving bij manier van spreken afspeelt, van dan
laten we zeggen, de typische diploma-gelinkte jobs, dan gaat biochemie, biotech, daar spelen de handelingen zich vooral af in een labo-context. Want als je de celwerking wil kunnen bestuderen, dan heb je speciale apparatuur nodig. En dus dat kan je alleen in een labo-context gaan doen. Hetzelfde een beetje voor de biomedische wetenschappen. Biologie en biogeneurswetenschappen gaan zich dan breder doen. Dat kan zich evengoed in een labo voordoen als in het veld waar men onderzoek gaat doen. Maar dus biogeneurswetenschappen leunt het meest aan bij de biologie qua breedheid van de opleiding. Maar het grote verschil is dat biogeneurswetenschappen vooral gericht is op nutsorganismen, dus met commerciële relevantie. En waarbij dat uiteraard ook die ingenieurscomponent bijkomt, terwijl aan de biologie eigenlijk van het meest fundamentele tot de meest toegepaste vraagstellingen, van het meest eenvoudige organisme tot het meest complexe organisme, van het meest elementaire basis van de biologie tot het meest complexe ecosysteem en uiteindelijk, en daarin onderscheidt biologie zich van de andere opleidingen, het hele aspect rond evolutie. Dat is iets dat uniek is voor de opleiding biologie. Nu, vooraleer dat je die opleidingen daar helemaal door geraakt, zullen er misschien sommigen zijn die zich afvragen van ja, maar wat als het wat moeilijker gaat? Kan ik op ondersteuning beroep doen tijdens mijn opleiding? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Dat kan op het niveau van het monitoraat zijn, waarbij dat je ofwel in groepjes ofwel individueel ondersteuning kan krijgen om bijvoorbeeld uw weg een beetje te vinden doorheen uw opleidingstraject. Maar ook algemene vaardigheden. Bijvoorbeeld studiemethode en studieplanning naar de examens toe, worden er infosessies georganiseerd. Daar kan je nog bijkomende ondersteuning krijgen om dat allemaal beter te leren plannen, mocht je daar problemen ondervinden. Ook voor specifieke vakinhouden is het mogelijk om begeleiding te krijgen. En dan meer specifiek voor vakken als wiskunde, chemie en fysica, kan je dus individueel of in groepsessies extra ondersteuning krijgen tijdens het jaar. Voilà, hopelijk zijn dit, of helpt dit toch een beetje om al een aantal van misschien de meest prangende vragen een antwoord op te bieden. Uiteraard zullen er wel nog veel vragen zijn, maar mocht er nog altijd vragen zijn, mag je mij altijd verder contacteren. Veel succes met uw studiekeuze.